Hoi allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Het is een andere video dan jullie gewend zijn van mij. Meestal op zondag krijgen jullie een vlog te zien. Uiteraard heb ik ook nog steeds een vlog voor je klaar liggen, die zal ik volgende week plaatsen. Maar voor nu leek het me wel leuk om iets persoonlijker te gaan. Ik was namelijk een tijdje geleden bij mijn ouders op bezoek en toen heb ik deze plastic bak meegenomen en dit spiegeldoosje. En hierin zitten gewoon allemaal privé dingetjes van mij toen ik puber was, kind was, denk aan een dagboek, rapporten, pasfoto's, brieven die geschreven zijn, noem maar op. Ik heb het niet allemaal uitgepluist nog. Het leek me juist wel leuk om dat nu te doen in deze video. Ja, zo leren jullie mij misschien nog beter kennen en zo leren jullie ook een stukje van mij kennen die jullie nu nog niet weten of kennen, want jullie kennen mij als volwassen vrouw en jullie kenden mij nog niet als toen ik kind en of puber was. En misschien is dat juist wel heel leuk voor je, dat je een beter beeld krijgt van hoe het bij mij allemaal was vroeger. En misschien kun je er een beetje in vinden, misschien heb je ook soortgelijke spullen of heb je ook soortgelijk iets meegemaakt. Dus mij leek het heel leuk om dit te gaan filmen. Ook leuk voor later, want ik bewaar eigenlijk, laat ik het zo zeggen, ik zie mijn YouTube kanaal ook zeker als een leven- en dagboek. Als iets dat als ik later een heel oud vrouwtje mag worden en ik zit alleen op mijn kamer, dat ik dan bij wijze van spreken een laptop erbij kan pakken en al die oude filmpjes kan terugkijken. Ja, dat lijkt me echt magisch. Dus ik ben jullie heel dankbaar. Want door jullie blijf ik video's maken. Maar leek me dit dus ja, persoonlijk heel leuk. Dus mocht je hier helemaal niks mee hebben, dan raad ik zeker aan om de video lekker stop te zetten en wat anders te gaan doen op je vrije zondag. Maar als je het juist super stiekem heel interessant en ook wel nieuwsgierig bent, dan, ja, dan moet je natuurlijk gezellig blijven kijken. Als eerste pakken we dit dagboekje. Met een slotje. Wie kent dat nog? Dan had je een dagboek met een slot. En dan deed je hem ook echt op slot, want je wilde niet dat je broer of je zus of wie dan ook, of je ouders, er stiekem in ging lezen. Dit boekje is van Laura en Joyce, staat erop. En Joyce, dat was mijn pony vroeger. Ja, ik was een paardenmeisje. En Joyce was wel echt mijn allesje. Dus blijkbaar had ik dit dagboekje samen met haar. Mijn beste vriendinnen zijn Moena, Nie en Miriam. Ik had drie beste vriendinnen vroeger. Moena is bijna 13 jaar, 4 maart. Nie is 11 jaar, van 1 juli. Miriam is 10 jaar, die was van 10 oktober. En zelf ben ik 11 jaar en ik ben van 7 oktober. Dus ik heb dan heel schattig de geboortedatum erbij geschreven, zodat ik dan wist wanneer ze jarig waren. Het is eigenlijk heel bijzonder, vind ik, dat Moena kwam uit Libanon. Nie kwam uit Vietnam en Miriam kwam volgens mij uit Marokko. En dan was ik zelf een halve Italiaan. Dus ik had eigenlijk altijd buitenlandse vriendinnetjes. En in Friesland had je niet zo heel veel buitenlandse mensen. Veel minder dan bijvoorbeeld in Amsterdam en Rotterdam. Nu inmiddels zal dat zeker wel anders zijn. Maar toen destijds ja, waren het gewoon echt wel gewoon Friese kinderen bij ons op de school. Dus ik was eigenlijk alleen bevriend met de buitenlandse squad. Blijkbaar vonden wij dat, dan trokken we heel erg naar elkaar toe. En voelden wij ons misschien toch een beetje anders of zo. Wel had ik ook zeker andere vriendinnen, ook in een later stadium. Gewoon allemaal meiden op de middelbare school die wel gewoon opgegroeid in Friesland zijn. En Friese in hart en nier. Dus het is niet dat ik daar niet mee om wilde gaan, absoluut niet. Maar dit was gewoon heel erg, ja, denk gewoon toeval. Dat dit mijn vriendinnetjes waren vroeger. Maar goed. Op 23 januari op 1997 heb ik geschreven. Ik ga vertellen wat er laatst is gebeurd. We hadden een hondje Max, die is tegengereden. Wij wouden hem nog opereren, maar hij had te weinig bloed voor een operatie. Hij was te slap en hij is op 1 januari overleden. Nou, lekker begin van het nieuwe jaar. Maar we hebben nu Oelie. Daar zijn we ook heel blij mee. Ik heb een pony Joyce. Joyce is officieel 6 jaar, maar ook weer 5 jaar. Want in januari worden alle paarden een jaartje ouder. Oh, dat wist ik niet eens meer. Ze is een schimmel, wit-grijs. Ze is echt een merrietje, want ze is een drammertje. Maar verder gaat het goed. En ze is in de stal en wij echt een scheetje. Ik kan echt niet zonder haar. Mijn wens was altijd om een eigen pony en het is uitgekomen. Schattig. België. Ik heb 7 jaar in België gewoond. Daar ben ik geboren en al.
Ik zal daar best weer willen wonen. Wow, nu niet hoor. Ik vind België helemaal leuk, maar ik zou daar niet willen wonen. Wat grappig. Maar goed, ik zou daar best weer willen wonen, want daar woont haast heel mijn familie. Daar kwam de aap uit de mouw. En ja, daar wil je gewoon het liefst naartoe. Ja, ik mis mijn familie daar wel. Ik denk dat iedereen dat mist als je ze niet vaak ziet. Oh, dat is wel zo. Toen we naar Friesland verhuisden, toen woonden we echt ver van iedereen. Dus we zagen ook heel weinig familie. Dus ik weet nog wel, als kind vond ik dat heel jammer. Nou, daar komen ze hoor. Ik heb 3 goede vriendinnen. Mirjam, Moena en Nie. Nou, Mirjam gaat weer verhuizen naar Leeuwarden. Dat wil ik niet, want ik heb al zo weinig vriendinnen. Oh. Op de basisschool had ik wel echt weinig vriendinnen, dat klopt. En zij was nog wel de enigste... Fout Nederlands, want je zegt enige. Maar goed, zij was nog wel de enigste die vaak kon spelen. En dan zal ik haar vreselijk missen. En Moena gaat misschien weer naar Libanon. Dat wil ik ook graag niet. Want dan weer een vriendin kwijt. Ik wil dat gewoon niet. Laat ze niet weggaan voor mij, please. Wat schattig. Ja, en Nie, daar kan ik helemaal niet vaak mee spelen. Want die heeft 2 hondjes om uit te laten. En dat moet iedere dag. En ik moet naar Joyce. Dus dat kan haast nooit. Oké, willen jullie please mijn vriendinnen niet van mij afpakken? Want ik zal ze missen. En heb ik zo please, heb ik dat zo geschreven. Zonder die E daar. Please. Wat grappig. Oké, nog even 1 dingetje en dan gaan we door. Mijn wensen zijn... Nou, ik ben heel benieuwd. Willen jullie mijn vriendinnen niet afpakken? Laat ze please niet laten verhuizen. Dan wil ik niet, want dan kan ik haast nooit spelen. En dan... Oh, laat ze niet verhuizen. Een andere wens is dat met alles bij mij goed gaat. Verder niet. Het meeste wat ik wil is dat jullie mijn vriendinnen... Dat gekreun is Rox. Dat jullie mijn vriendinnen niet laten weggaan. Dat is het alleen. Ah, wat lief. Nou, heeft Mirjam ook nog wat geschreven. Dus dat was een soort van open dagboekje. Wat schattig. Nou, ik hechtte dus enorm veel waarde aan mijn vriendinnetjes op de basisschool. En ik wilde niet dat ze niet meer met me konden spelen. Wat hebben we nog meer voor leuks? We hebben hier nog allemaal foto's. Laatst had ik hem een beetje uitgepluist. Oeh, maar niet helemaal. Rapporten. Lucia Martens. Lucia foto. Weet je wat ik wel als kind had? Als kind had ik echt heel dik haar. Ja. Volgens mij is het veel te lang verhaal kort. Toen ik 12 was, was ik op vakantie in Turkije. Toen was ik verliefd geworden op Hugo. Dat was een jongetje uit Zwitserland. Blonde haren, blauwe oogjes. Hij leek echt op zo'n surfdude. Ik was smoor en smoor verliefd. Hij was ook mijn allereerste zoen ooit. En een jaar later gingen wij weer naar Turkije op vakantie. En blijkbaar had ik dan een brief gestuurd. Want je stuurde vroeger brieven, want je had nog niet echt internet. Dat was er niet. Toen had ik gezegd dat ik daar weer naartoe ging. En toen had die moeder een fax. Ja, een fax gestuurd. Naar dat hotel. En daar staat dan: Dear Laura, I'm the mother of Hugo. He has lost your address in Holland. And it has been impossible to find it. We tried via telephone book. And even via the consulate of Holland in Geneva. No luck. Your postcard mentions that you are in Khmer until the 24th of July. Khmer is dat plekje in Turkije. Hugo is now in Austria for 2 weeks. You can send him a postcard from Khmer with your address and telephone number on it. He will be very pleased as he was so sad not to be able to write you for the last 6 months. Have a good holiday. Nou, dit is zo lief. Je deed dat vroeger. Je ging elkaar brieven sturen. Nou, dat kan de jongere generatie kan zich daar helemaal niets bij voorstellen. Maar dan had je long distance friendship, ships or relationships. En dan ging je elkaar gewoon brieven sturen. Oké, ik heb hier een rapport. Ik zat op het Pieter Jelles. Dit is in 1999. Ik zat in klas M3A. Dus in de derde. En ik had, let op, een 8,6 op Frans. Een 6,5 op handvaardigheid. Een 6,3 op tekenen. En 5,7 op muziek. Wauw, dat was echt heel slecht. Volgens mij kon ik helemaal niet zo goed noten lezen of zo. Lichamelijk opvoeding een 7,3. Scheikunde een 6,5. Natuurkunde een 4,2. Zo slecht in natuurkunde. Op wiskunde een 6,3. Op maatschappijleer een 6,8. Op aardrijkskunde een 7,8. Op geschiedenis een 7,8. Op Engels een 7,5. Op Duits een 7,1. Wow.
Terwijl ik echt niet goed in Duits ben nu. En op Nederlands. 5,1. Ik zou wel een Nederlandse toets heel slecht hebben gemaakt. Maar goed, dit was mijn rapport van 1999. Dit is dan weer een tussenrapportje. Dat is hetzelfde, maar dan het tussenrapportje van. Ik heb hier trouwens mijn proppen duizen van Lucia. Als je dan op het hbo zit, dan krijg je na je eerste jaar je proppen duizen. Met ook allemaal cijfers. Op ballet een 6, op jazz een 6, moderne dans een 6 en op popshow musical gemiddeld een 6. Dus het eindcijfer. Tapdansen 7, acteren een 7, ensemblezang een 8, koorzang een 8, musical repertoire een 7, musical theater een 6, zangtechniek een 8, acrobatiek een 5,5, daar was ik heel slecht in. Op choreografie een 7. Op dansanalyse een 9,5. Dansgeschiedenis een 8,5. Kunstcultuur en popgeschiedenis een V. Dus het zal voldoende zijn. Mensen- en bewegingskunde een 7. Musical wetenschappen een voldoende, een V. Muziektheorie een 7. Solfège een V. Nou, vraag me niet wat solfège is. Dat weet ik allemaal niet meer. Dus ik heb een propeduizen op dans. Dat is uitvoerend dans. En ik heb mijn propeduizen op docentdans. Kijk. Ik heb ook les gegeven. Docentdans. Podiumpraktijkstages een 7. Werkveldoriëntatie een 7. Didactiek een 7. Methodiek een 7. Onderwijskunde een voldoende. En docentpraktijkstages een voldoende. Nou. Keurig. Op mijn hbo was ik helemaal keurig met de voldoendes doorgekomen. Ik heb ook nog een jaartje SPW gedaan. Op de Friese Poort. Nog allemaal bladmuziek. Allemaal van zangles. Dit is ook wel leuk. Dit is een map. En hier staan allemaal danslessen in die ik zelf had voorbereid. Dus dan ging je je dans, je choreografie ging je uitschrijven. En ik gaf les op de basisschool in Heerenveen. En uiteindelijk ging ik ook les geven op de middelbare school in Heerenveen. En dat was echt te gek. Want toen gaf ik echt gewoon dansles aan meiden van 14, 15 jaar, weet je wel. En dan ging ik dat allemaal zo uitschrijven. Maat 1 tot en met 8, een roll-up. Dan 1, 2, een kruisschouder. 3, 4, armen in en in. Kruisschouder in en in. Ja, ik zou nu mijn god niet meer weten wat ik hiermee bedoelde. Maar dit is echt onwijs leuk. Dit zijn allemaal danslessen. Ik moet echt weer meer gaan doen met dansen. Ik vind dansen zo gezellig en zo leuk. Nou, via TikTok doe ik nu af en toe dansen, maar dan wel voor de gein. Maar met Fredje wil ik binnenkort echt een goede soort van Beyoncé choreo instuderen. En dan willen we dat gaan delen op TikTok. Dus als je mij nog niet volgt op TikTok, laura.pontecorvo, dan zie je allemaal hele leuke, grappige filmpjes van ons, van mij, van iedereen, van ons hele gezinnetje. Nou, dit zijn allemaal foto's. Misschien vinden jullie het leuk om te zien hoe mijn allereerste vriendje eruit zag. Yes, Laura. Dit was mijn allereerste vriendje. Als in, toen was ik 16, wel mijn eerste vriendje. Want Hugo was gewoon vakantie verliefd zijn. En daar had ik natuurlijk gewoon alleen maar voor het eerst mee gekust. Op je 12e doe je ook nog helemaal niet veel meer. Maar hier was ik 16 en heb ik echt 2 jaar lang een vriendje gehad. Met deze knappe jongen. Grappig, hè? Zoals je kon zien, begon het hier. Dat ik viel op lichtgetinte mannen. Mijn ogen trokken daar gewoon naar. En ik was smoorverliefd op Will Smith. Dat ben ik trouwens nog steeds. En nu heb ik mijn eigen Will Smith, Ryan, gevonden. Ik ben smoorverliefd ook op Ryan. Maar het is meer dat je hebt toch een bepaald type. En het is heel mooi dat ik dat nu terugzie. Want mijn tweede vriendje, ik heb eigenlijk maar 3 vriendjes gehad. Deze jongen. Toen een jongen waar ik echt mee heb samengewoond. Waar ik echt heel lang een relatie mee heb gehad. Dat was voor Ryan. En toen met Ryan. Dus ik heb eigenlijk maar 3 echte vriendjes gehad. Van wie ik echt heb gehouden. Met wie ik echt een leventje heb gehad, zeg maar. Dus 3 keer scheepsrecht. That's my man now, Ryan. Dus daar zit ik bij opgescheept. En daar ben ik heel blij mee. Maar als ik dan dit soort foto's zie, denk ik, och, het was echt zo grappig. Ik was zo verliefd ook op deze jongen. Het was een Dominicaanse jongen. Kijk hoe knap die was. Goeie kaaklijn. Topmodel. Maar ja, toen had je allemaal nog geen Instagram en zo. Dat je helemaal fleeky op Instagram een hele modellencarrière kon fixen bijvoorbeeld. Dat was allemaal niet zo. Dus dat deed je dan vroeger, je foto's ontwikkelen. En dan kreeg je dat dus gewoon
in zo'n mapje. En dan deed je dat bij zo'n winkel. Ontwikkelen. Dan waren we samen. Hier ging ik uit. Met een bandana. Op mijn gezicht. Of op mijn hoofd. Hier had ik een permanentje. Goeie outfit wel. Oh my goodness. Check it out. Een groen rokje met een zwarte panty en zwarte schoenen. Maar wel een off-shoulder sweater. Daar hou ik nog steeds van. Maar voor de rest is het echt heel aftans. Kijk, is ook leuk. Het is dus een kaart met zo'n... hoe heet dat ook alweer? Forever Friends beertje. En dit heb ik dan ook gekregen van iemand. Toen destijds. 23 oktober in het jaar 2000. Zo leuk. En hier had ik dan allemaal adressen. Wij gingen gewoon altijd op vakantie. En dan leerden we altijd gewoon heel veel mensen kennen uit all over the world. En toen had je nog geen Facebook. Nu wel. Dus nu heb ik al die mensen op Facebook. Maar toen niet. Dus dan noteerde je van iedereen hun adressen. Turkey. Parijs. Oh, hier Eindhoven. België. Monster. Geen idee. Tel Aviv, Belgium, Brussel, Istanbul, Israël, Frankrijk, Italië, Zwitserland. Ah, superleuk. Dit is een ansichtkaart. En dan kon je een foto laten ontwikkelen. En dan deed je die foto daarin en deed je dat zo dicht en dan kon je het zo sturen naar iemand. Geniaal, toch? Bankafschrift. Nieuw saldo, €11,81. Paspoortje trouwens, paardenpaspoort van mijn ponytje Joyce. Fashion. Deze had ik in Turkije gekocht. Louis Vuitton portemonneetje. Oh, wat vond ik dat hip. Echt zo voor €20 of zo, weet je wel. Voelde je jezelf helemaal cool. Ja. Op deze foto zie je Maria. En oké, let op. Ik zit hier beneden in het bruin. En dit met het witte shirtje daarnaast is Maria. Het is mijn beste vriendinnetje. En die hier met dat mutsje, dat is Marlies. En dat is ook mijn beste vriendinnetje die nu in Amerika woont. Dus dat is zo leuk. We kennen elkaar al zo lang. We waren echt, nou ja, ik denk 14 toen we bij elkaar in de klas kwamen. Even kijken, dit wil ik ook aan jullie laten zien. Dit, wie kent dit nog? Oh my god. OV! Ik ken dat nog. Geloof het of niet. Jullie hebben nu allemaal OV-chip en zo. Nou, dat was er natuurlijk vroeger helemaal niet. Wij hadden een OV. Dus dat liet je dan gewoon zien. En dan mocht je gratis reizen met de trein. Nou, dit is toch goud. Dit ga ik toch nooit van mijn leven wegdoen. Dat hou ik echt voor altijd. Ik had hier ook nog. In dit bloemdoosje. Hallo, hoe gaat het? Ik heb net je brief ontvangen, gekregen. Het is hier kut, weet je? Oh, ik heb heel veel knikkers gewonnen. Ja, ik weet dat het... debiel is, hoor. Ik kom net van school af. Maar doei! Sorry dat het een korte brief was. Your best friend. Er staat geen naam bij. La lieve la la Laura. Oh nee, zo mag ik je niet meer noemen, maar toch doe ik het. Lekker pe, na 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 na. Trouwens, nou doei. BS stommert, ik vind het heel stom dat je niet op het kerstbal was. Trut, doei. Geintje hoor. Er staat ook weer geen naam bij. En blijkbaar gingen we heel losmondig met elkaar om. Trut en stommert en lekker pe. Ik ben trouwens nooit een pestkop geweest. Ik ben wel gepest op de middelbare. Maar ik ben het zelf nooit... ik heb nooit mensen gepest. Ik vond dat altijd heel stom. En ik vond altijd dat je iedereen in zijn waarde moest laten. Dit zijn meer allemaal brieven, joh. Geen dagboekje of zo. Wacht, we gaan nog eentje lezen. Oh, hier. Ik vind het echt heel leuk voor jou dat je verkering hebt met Ben. Ik denk dat ik in groep 6 zat. Of 7. Toen heb ik verkering gevraagd aan Ben. Hij past ook gewoon goed bij jou. Hanneke en Focalina denken dat Ben gewoon naar Joyce ging kijken. En op school weten ze het ook niet. Morgen kan ik jou wel helpen met het uitmesten van Joyce haar stal. En ook wel als ze misschien naar buiten gaat. Oh, lief.
Zo lief. Maar ja, met Ben had ik echt 2 weekjes. En dan ben je zo klein dat je elkaar niet eens aandurft te kijken. Dat weet ik nog wel. Het was echt zo grappig. Maar ik was echt verliefd op Ben, ja. En Ben die zag eruit. Hij had bruin haar, bruine oogjes. Leuk dit. Ik vind dit zelf super leuk. Ik ga dit nog meer uitpluizen, want ik weet echt niet hoe lang deze video nou wordt. Ik wil heel graag weten wat jullie daarmee doen. Met al jullie oude troepjes. Gooi je dat weg? Hou je dat? Ik had toch ook ergens pasfoto's? Zitten die hierin? Ja. Heel even over de pasfoto's. Dat is ook een leuk weetje. En de meiden van mijn leeftijd. Sorry, de dames van mijn leeftijd. Die herkennen dit van vroeger. Want nu heb je social media, Instagram. En op die manier heb je gewoon, kijk je naar elkaars foto's. Maar vroeger had je dat dus niet. Dus gaf je elkaar pasfoto's. Dus ik heb hier allemaal pasfoto's van al mijn vriendinnetjes en klasgenootjes. En dit is Marlies. Misschien kijk je deze video, schat. Dit ben jij. En die had je dan allemaal in je portemonneetje. Dit was Nie, dat meisje van het dagboekje. Maar zo grappig. Is mijn broer met een brilleke. Dus je had pasfoto's. Die verzamelde je. Ja, dit was Moena. Dat was Moena. Nou, zo leuk. En dit was ik. Met super mooi, wel kort, maar super dik haar. Echt, ik snap het niet. Hoe ouder je wordt, hoe minder haar je op je kop hebt of zo. Maar goed, dit zijn dan ook pasfoto's dat ik denk, hoe heet jij ook alweer? Ik vind het wel jammer dat ik ook wel dingetjes vergeet. Ik kan gewoon, ik zou echt mijn god niet meer weten. Hem ken ik dan nog wel. Dus dat deed je dan. Pasfotootjes verzamelen. Nie, ik heb 100 foto's van Nie hier. Leuk hè? Dat doe je niet nou niet meer. Papa, dit was ik. Als 5-jarig meisje. Zo leuk. Als ik dit nou zie, dan denk ik, waar is de tijd heen gebleven? Waar gaat het zo snel naartoe? Waarom? Nou ja, het is eigenlijk meer om aan te geven dat... Daar ga ik de vlog dan ook, of de video maar mee afsluiten. Dat je eigenlijk zo moet genieten van ieder moment dat je er bent. Want het gaat zo snel. Voor je het weet, ja, ben je gewoon 30 plus. En het gaat heel hard. En 30 plus, dan ben je nog steeds piepjong. Maar ik weet nog wel, toen ik dan 12, 13 was. En als ik dan iemand leerde kennen van 30, dacht ik, wow, zo oud. Maar het gekke is, je voelt je dus niet oud. Mijn vader zei laatst ook, ik voel me nog steeds jong. Ik zeg ook, ja, ik voel me ook nog steeds als begin twintiger. Ik voel me niet anders. Maar toch, op papier ben je ouder. En het gaat zo snel. Dus voor je het weet ben je 40. Voor je het weet ben je 50. En voor je het weet, ja, word je oma en opa, weet je wel. Het gaat gewoon snel. Puur maar aan te geven, ouder worden is mooi. En elke leeftijd heeft zijn eigen bijzondere fase. En je leert ervan en je geniet ervan. En elk jaar brengt hoe dan ook iets moois. Maar ik vind het wel jammer dat het zo hard gaat. Ja, ik wil gewoon nog meer genieten. Ik wil meer... Ja, maar ja, hoe kan je nog meer genieten dan dat je al eigenlijk ook al doet? Want ik doe al gewoon waar ik heel gelukkig van word, maar... Ik wil die klok gewoon even op stop zetten, af en toe. Dat we even tijd kunnen inhalen of zo. Maar goed, ik zou ook best wel stiekem weer terug willen naar deze tijd. Weet je, dat je gewoon jong bent. En dat je dan eigenlijk nog geen zorgen hebt. En nog helemaal niet nadenkt over wat er moet gebeuren. Wat je wil worden later. Ik begrijp dat dat eigenlijk ook heel moeilijk is voor de jongere generatie. Dat je nu moet gaan nadenken wat je wil. Ik zou zeggen, denk er vooral niet over na. En alles loopt wel hoe het hoort te lopen. En je wordt op een of andere manier toch een bepaalde hoek ingedrukt. En dat heb je niet door, maar je bewandelt gewoon je paadje. Wat voor jou uitgestippeld is. En heel soms ga je naar links. En heel soms ga je naar rechts. En heel soms pak je de juiste afslag. En heel soms pak je de verkeerde afslag. En dan val je en dan sta je weer op. Want het leven, it's all about risico's nemen en... Ja, ik raad ook zeker aan om je hart te volgen. En als je een keertje faalt, hey, kan gebeuren. Ik heb ook vaak genoeg gefaald. Des te harder ga je om het daarna wederom te proberen. En dan wel met succes. Dus ik zou vooral gewoon lekker zijn wie je bent. Vooral wel stil blijven staan bij het feit dat de tijd hard gaat. Mocht jij nu, weet je...
weet ik veel, 14, 15 zijn. Of misschien 18, 19. Of misschien 4, 25. Het is jong, maar het gaat snel. Ook voor jou. Dus enjoy life. En als je wel een beetje chagrijnig bent, of je voelt je niet goed, of je hebt een tegenslag gehad. Het is allemaal heel KUT. En je kan erom janken, je kan boos worden. Maar twist hem heel snel om naar iets positiefs. Laat niet door dat gevoel, door die emotie, jouw hele dag verzieken. Want dan heb je weer een verloren dag gehad. En het leven is al zo kort. Dus dat is een beetje mijn mind. Mijn mindset. En misschien ben ik daarom ook wel heel optimistisch en vrolijk. En 9 van de 10 keer blij. Omdat het leven is gewoon mooi. Ook al zitten we nu ook in deze crisis. Het leven is mooi. We kunnen lekker eten. En we kunnen gewoon kijken. We kunnen genieten van de mensen om je heen. En de optie is daar om te groeien. De kansen liggen daar. En nu langzaamaan ook in de crisis waar we in leven. Het corona tijdperk. Dat komt ook wel weer goed. Er komen betere tijden aan voor iedereen. En ja. Nou, dit was hem wel even zo, hè. En een kleine boodschap. Laat me weten als jullie dit soort video's leuk vinden. Ik vind het in ieder geval erg leuk om te maken. Maar goed, het is vrijdag nu. De hele dag op kantoor gewerkt. Ik vind het nu mooi geweest. Nu ga ik lekker naar Hause. To Hause. Met mijn, wat voor cijfer had ik ook weer op Duits? 6,1 of zo? Nou goed, lieverds, tot snel. Doei doei.